Perrine schrijft maandelijks een column over huidverzorging in de weekendkrant De Groene Venen. Vandaag laat ik jullie kennis maken met een speciale lichaamsbehandeling. Het is een combinatie van massage met een specifieke behandeling, in dit geval de body peeling. De Shia-behandeling waar ik het over heb, start met een speciale voetenbad. Het voetenbad is een bad die op de bodem rozen bevat, want dat is het thema wat in de Shia-behandeling naar voren komt. In het voetenbad zit een heerlijke aangepaste aromessence. Deze is aangepast op de persoon en die kiest deze ook zelf uit. Tijdens een kopje thee, die speciaal van rozen is gemaakt, wordt verder de behandeling besproken. De behandeling begint als eerste met een aangepaste scrub. Daarna wordt het lichaam ingemasseerd met een speciale handschoen. Dat zie je op dit moment. De handschoen is van zijde gemaakt en gevuld met chiazaadjes. Het bijzondere van de chiazaadjes zijn dat die wordt gedrenkt in een hydrolaat. En een hydrolaat heeft een hele sterke hydraterende werking. Nadat het lichaam lekker is gemasseerd met de zijde handschoenen gevuld met de chiazaadjes, wordt overgegaan naar het gezicht. We beginnen met het masseren met echte coconnetjes. Dit geeft een heel sterk ontspannend gevoel. Na de zijde coconnetjes wordt overgegaan naar de stempels. Uiteraard geeft dit ook weer een heel sterk vochtregulerende vermogen op de huid, dus het is heel erg zacht. Al met al is de Shia-behandeling een zeer ontspannende behandeling die een algemeen gevoel van welbehagen geeft. En de huid is eigenlijk heel goed voorbereid om goed verzorgd te worden met de bodyproducten. Volgende maand behandelt Perrine een nieuw onderwerp.